Hoi, ik ben Aart en in deze video laat ik je zien hoe je een vette sound krijgt op je gitaarversterker en hoe de knopjes werken. Yes, best wel handig. Misschien ben je begonnen met elektrische gitaar spelen en wil je weten hoe jouw gitaarversterker werkt. Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten versterker. Maar ik pak hier even de Boss Katana 50. Dat is een hele doorsnee versterker. En er zitten best wel wat functies op. Hele populaire versterker, is ook een aanrader als je een versterker zoekt. En daar zitten een aantal functies op en die zijn vaak vergelijkbaar met andere versterkers. Dus dan kun je daar wel goed naar kijken. We gaan dus eventjes kijken hoe alles precies werkt. Je hebt vaak een gedeelte equalizer. Daar beginnen we eventjes. Daar zit een toonregeling op. Bas, middle en treble. Soms is het low, mid, high. Dat is een beetje hetzelfde. Nou, daarmee kun je een beetje instellen hoe de sound is op je gitaar. Nu klinkt het zo. Als je de bas wat meer open draait, dan klinkt het wat warmer. En als je de treble wat meer open draait, dan klinkt het een stuk scheller en hoger. Nou, en wat het precies doet met jouw gitaar, dat kun je het beste proberen door een van die knoppen even helemaal open te draaien en kijken welke sound er dan meest naar boven komt. En dan kun je kiezen of je dat juist wat meer of minder wilt. En de standaard is eigenlijk dat het gewoon rechtop staat, dus op 12 uur. En dan kun je hem gewoon zo laten. Dus als je nog niet zo heel veel daarmee wilt doen, dat is ook niet super belangrijk, dan kun je hem ook gewoon zo laten staan. En als je denkt van, oh, mijn gitaar is toch een beetje te schel of mijn sound, dan draai je de treble een beetje terug. Of ik wil toch wat meer bas of wat meer mid. Nou, dan kun je daar een beetje aan gaan draaien. Vervolgens gaan we even kijken naar een ander onderdeel. Dat is de amplifier, de amp type. Dat zit hier. En dat ziet er op andere versterkers nog wel eens anders uit. Maar hier kun je dus switchen tussen verschillende soorten. En nu zet hij op clean. Dan heb je gewoon een clean geluid. En dan heb je crunch. Daar zit wel iets meer distortion in. Dan heb je een beetje dat bluesy, rockachtige geluid, maar nog niet super heftig. Nou, de lead heeft dat een stuk meer. Nou, dan heb je een stukje antecedent. Nou, dan kun je volle bak knallen. En brown is nog weer heftiger. En dat is ook wel vet om voor solo's wat meer te gebruiken. En daar kun je tussen switchen. Nou, soms heb je niet zo'n switch, maar gewoon bijvoorbeeld distortion of overdrive. Die kun je dan aanklikken. En de gain zit er altijd wel bij. En die gebruik je om hem wat meer te laten oversturen of wat minder. Dus meer gain is altijd iets meer overstuur, iets meer crunch, iets meer rockgeluid. Nou, dan heb je nog de volume van dat kanaal. Dan heb je tot slot eigenlijk nog het effectenstukje. Nou, en er zitten soms wat toffe effecten op. Hier zit nog een extra booster die je kunt gebruiken. Nog meer distortion. Mod is ook weer een gek effect. Hier zitten wat meerdere effecten in. Delay, dat is echo. En je hebt eigenlijk op elke versterker wel reverb. En dat is galm. En dat is altijd wel mooi om erin toe te voegen. Als je dat heel veel doet, dan heb je het idee dat je in een kerk staat. En het is altijd lekker om er een beetje galm in te mixen. Dan klinkt het allemaal wat meer, ja, wat mooier en wat ruimtelijker. Dat is dat. Kleinere versterkers hebben soms niet die effecten. En vaak zitten de reverb er wel op, dat is een belangrijke. En vervolgens heb je nog een master en dat is gewoon hoe hard die kan. En hier zit ook nog een power control. Dus dan kun je hem echt nog flink opschroeven en dan kun je je buren helemaal gek maken. Superleuk, toch? Dat is een beetje in de basis hoe dat werkt. Dus als je een hele vette rock sound wil hebben, zet hem dan bijvoorbeeld op lead. Misschien een beetje booster erbij. En gain hem lekker omhoog. En dan kun je flink hard rocken. En met een master volume kun je ook nog zorgen, als je die wat omlaag draait, dat je wel een flinke rock sound hebt, maar dat het niet te hard gaat en dat je er doof van wordt. Dat is ook wel zo lekker. Nou, dat is een beetje hoe je een vette sound krijgt op je gitaarversterker. Je kan ook nog met de knoppen wat doen. Daar heb ik nog een aparte video voor. Dus check die ook eventjes. En check ook zeker eventjes de elektrische gitaarcursus. Want daarmee kun je een echte rockster worden natuurlijk. Succes. En ik zie je in de volgende video. Hoi hoi. Hey Aad. Wat staat er eigenlijk op jouw mok? Op mijn mok? Ja. Er staat een vraag voor jou. Wanneer wordt jouw gevoelige snaar geraakt? Goh. Nou, ik merk als je dat zo vraagt dat ik er wel emotioneel van zou worden.
als jij je gaat abonneren.